Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb nog steeds vakantie. Afgelopen week was Koningsdag en het was echt vet leuk met z'n allen. En we zijn daarna bij Miel blijven slapen. En gisteren hebben we nog heel erg met z'n allen gezeten. Het was echt heel erg leuk. En deze week is Miel jarig, dus dat is ook heel erg leuk. Ook heb ik bevrijdingsfestival. Ik weet alleen nog niet of we daarheen gaan. Want het gaat dus blijkbaar heel hard regenen. En ik heb geen zin om in de regen op een heel groot veld te staan. Dus daar gaan we nog eventjes naar kijken. Maar voor de rest heb ik deze week nog niet heel erg veel plannen. Ik ga morgen als het goed is naar Rosa toe. Om een video op te nemen voor de winactie. Dus dat is heel erg leuk. Woensdag heb ik nog even plannen. Donderdag moet ik stage lopen. Vrijdag ga ik heel misschien met Miel naar Amsterdam. Omdat hij dan wat kan uitzoeken voor zijn verjaardag. Een cadeautje. Want ik had iets in mijn hoofd met zijn moeder om te kopen. Maar dat vond hij niet leuk. En dan weet ik ook niet wat hij wel wil. Dus ik zei van ja, misschien kunnen we dan maar beter gewoon naar Amsterdam. Dan kun je gewoon zelf lekker kijken wat je wilt. Vandaag ga ik eigenlijk niet zo heel veel doen. Ik ben net thuis. Ik had vannacht weer bij Miel geslapen. Hij is nu met mijn scooter naar zijn werk. En komt hij daar weer terug. Ik ga eventjes de weekvlog bewerken. Dat heb ik nog niet gedaan. En die moet wel morgen online. Ik heb trouwens deze jas aan van de Zara. Het schuif van de Primark. Ik had donderdag wat dingetjes bij de H&M besteld. En dat is net binnengekomen, dus ik ga dat eventjes aan jullie laten zien. Ik had iets besteld dat ik echt totaal niet nodig had, maar ik zag het en ik vond het echt heel erg mooi. Dit is namelijk een bikini. En deze bikini deed me heel erg denken aan de bikini van By You The Label. Maar die bikinis zijn best wel duur. En deze was 15 euro voor het topje en 15 voor het broekje volgens mij. Dus ik dacht, nou, dat wil ik wel proberen. Dat is namelijk deze bikini top. Oh, ik vind hem echt heel erg leuk. Zeg maar, in je nek heeft hij dan twee bandjes. En aan de zijkant heeft hij gewoon één bandje. En ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik denk dat dit echt heel erg leuk staat. Hij heeft verder geen vulling of iets. Echt lekker. Gewoon alleen een lapje stof. En daarbij ook het broekje. Even kijken. En het broekje is ook best wel bijzonder. Kijk, hij is dus... Oh, ik kan het kaartje. Hij is dus heel erg dicht bij elkaar. Je kan hem ook nog uitrekken hoor, daar niet van. En de achterkant ook. Maar ik weet niet. Ik vond het zo mooi. Een broekje heb ik in de maat 36. En een topje heb ik ook in de maatje 36. En deze bikinis deden mij dus gewoon heel erg denken aan By You The Label. En dit is gewoon echt drie keer zo goedkoop. Ik dacht, ik bestel het gewoon. Ik ga gewoon kijken hoe ik het vind. En als ik het niks vind, stuur ik het gewoon terug. En dan heb ik nog een body besteld. In de maatje S. Ik heb eigenlijk altijd XS, maar ik vond hem zo leuk. En XS was uitverkocht. Dat ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon kijken of de S me ook past. En ik dacht, ja, dit is echt vet leuk voor straks voor het zomerfestivalseizoen. Met een spijkershortje en dan leuke kimono eroverheen. Namelijk deze body met wit kant. En dan bij je borst heeft hij wel gewoon nog een stofje erachter. Dat hij niet doorschijnt, maar bij de rest schijnt hij dus wel door. En ik vind het echt heel erg gaaf. En nu ik hem zo zie, denk ik eigenlijk wel dat ik hem gewoon pas. Aan de onderkant sluit hij met van die klikdingetjes. En deze was uit mijn hoofd 20 euro volgens mij. Ik weet het niet meer helemaal zeker, maar volgens mij was deze dus 20 euro. Ik vind het echt heel erg leuk en ik hoop dat die bikini ook past. Dus ik ga het eventjes passen. Bikini ga ik geen foto's van laten zien of zo. Body, als die past, zal ik het eventjes laten zien. Deze body vind ik echt geweldig. Kijk even hoe leuk dit is. Dit is toch leuk voor een festival straks in de zomer. Of je even met een zwart leerbroekje of zo. Ik heb nu een zwarte BH eronder aan. Eigenlijk moet je er of een huidskleurige BH onder aan of geen BH. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik die S heb besteld. En het is echt een hele dikke stof. Deze kimono is trouwens van de Zara van vorig jaar. Dus ik denk niet meer dat ze die verkopen. En dit shortje is de 501 van Levi's. Maar ik ben echt heel blij met deze body. Kijk hoe leuk. Oh, ik vind het echt heel erg leuk. Het is dinsdag vandaag en ik ga naar Rosa toe. Ik moet wel een beetje opschieten. Door voor 20 minuten komt de tram. En dan met de tram ga ik naar de trein. En vanaf de trein ga ik naar Leiden. Maar ik moet ook nog even een pakketje op de post doen bij Primera. Voor Unite Wardrobe. Dus ik heb een klein beetje haast. Wat ik aan heb vandaag is de shirt van Gis Louise. Mijn broek zit open, want ik moet nog even plassen. Een broek van de Pieces. En schoenen zijn Alexander McQueen's. Ik weet nog niet welke jas ik ga aandoen. Maar dat zie ik zo wel. Ik moet nu even opschieten. En dan zie ik jullie zo meteen. Jullie mogen raden in welke kamer ik ben. Hey. Rosa en ik hebben net een winactie opgenomen. En die is, als het goed is, afgelopen donderdag online gekomen. Ja. Je hebt hier echt mooi licht in jouw kamer. Ja, dat is goed. En lekker wit. Ja. Het is zo raar om in jouw kamer te zijn. Ja. Omdat je kijkt altijd die video's. Maar afgelopen donderdag is dus een winactie online gekomen. Ik zal hem eventjes in de beschrijving zetten. Want je kan meedoen tot 9 mei. Want 9 mei om 4 uur wordt de winnaar bekendgemaakt.
En er liggen hier allemaal heel veel leuke dingetjes die je kunt winnen. Dus ik zou zeker even meedoen. En oh, ik ga ook even gelijk dat pakketje laten zien wat ik net had gekregen. Ik ben mijn tas. Ik ga hem even op de plek van Rosa neerzetten. Van Bosbeep Online had ik wat leuke dingetjes gekregen. Als eerste deze scrunchie. En deze scrunchie kan je dus ook winnen in de winactie. En, oh ja, en nog meer leuke dingetjes van Bosbeep. Dan ook diezelfde scrunchie in het roze. Deze kleur is ook mooi. Het zijn echt leuke felle zomerkleuren, ja. Deze is trouwens ook, ja, dus ook Bosbeep. En dan nog iets vet, vet leuks. Is namelijk een koordje. Oh, ik heb het nou weer in de knoop gemaakt. Een koordje voor aan je zonnebril. Dit is ook heel leuk voor festivals. Dus de kleuren zijn ook echt heel goed op elkaar afgesteld. Ja, als je hem dan zeg maar zo... Ik ga mijn zonnebril pakken achter. Oké, als je je zonnebril hebt, kan je hem er doorheen schuiven. Zoals je kunt zien. Kijk, eigenlijk is het bedacht voor de handigheid. Maar tegenwoordig is het gewoon voor de leukheid. Kijk, dan doe je hem om. Omhoog. Kijk hoe leuk. Ah, ik heb al echt lekker zomers. Lekker festivalig. Kijk, en als hij dan... Zo, je hebt hem op je... Nou, oké, okay, dat is niet. Zo, je hebt hem op en iemand doet opeens zo. Dan hangt hij gewoon nog, dan ben je hem niet kwijt. Want op oranje bloesem was ik mijn bril bijna kwijt. Het is handig en leuk, hè? Als nu het weer nog even lekker is, dan... Ja. Hier te vinden. Oh, maar is het leuk of is het... Ja, ik vind het wel leuk. Je moet er wel denk ik een tasje of iets bij doen. Ja. Maar welke? Je hebt toch zo'n rieten tas? Zo'n ronde rieten tas? Ja. Rosa en ik gaan foto's maken, maar ze is even aan het bedenken wat ze aan wil trekken. Ja, ik heb ook dit aan. I like it. Ik ben de kliniekclown van vandaag. Ik ga het even in de spiegel van Rosa laten zien, de beruchte spiegel. Dit hele pak, dus dit is van Colorful Rebel, alleen die broek, is een beetje klein. Oh, zou ik wel gewoon een witte gimper al aan doen? Ja, ook je zwarte. Dus laarsjes. Of die loafers die je net zei. Dat is misschien wel net zei je nog, ik moet ze weer gaan dragen. En het kortje is dus van Bosbeep met mijn reben. En dit, ik vind het best wel leuk. Like it! Wij lopen door Leiden. En dit is mijn eerste keer dat ik echt in Leiden loop. Ik ben wel eens er doorheen gereden, gevaren, maar nog nooit gelopen. En het is best wel leuk. Oké, waar moeten we heen? Echt wel goed. Oké. Dit vind ik ook best leuk, die paarse bloemen. Ja. We hebben net even fotootjes gemaakt. Ben je hier wat foto's? Met je wel leuk bij je jasje. Nee. 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 Jij? Nee. 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 We hebben net van mijn zonnebril af. Net foto's gemaakt. We lopen nu terug naar Rozeder huis. Moeten we even die beelden van mijn camera naar jouw laptop zetten. Voor de video. En dan om 5 uur pak ik het gewoon terug. Ik ga even heel mijn dagplanning vertellen. Dan moet ik naar school lopen. Want daar is Miel. En dan ga ik bij hem achterop naar huis. Dan komt Zoe. Dan gaan we sushi eten. En dan gaan Zoe en ik sporten. Dat is echt een hele leuke dag. Oh, oké. Okay. Doei. Sushi. Lekker. Het is woensdag vandaag en ik ben al een tijdje wakker. Het is namelijk alweer 11:30. Vanmorgen om 9 uur moest ik mijn scooter wegbrengen, want die wordt gemaakt. Want die had een nieuwe uitlaat nodig, die had een nieuwe band nodig. En mijn voorlamp was kapot, mijn remmen deden het niet meer. Dus, of nou, niet goed deden ze het in ieder geval. Dus die wordt vandaag gemaakt, dus die moest ik vanmorgen wegbrengen. Toen daarna is Miel naar zijn werk gegaan en toen ben ik heel eventjes op de fiets. Ja, op de fiets jongens. Ik heb al 1,5 tot 2 jaar niet meer gefietst. Ik ben nog steeds kapot. Ik ben al 1/2 uur thuis, maar oké. Toen ben ik dus heel eventjes op de fiets naar de Action en naar de Kruidvat gegaan. Want ik had weer wat nieuwe dingetjes verkocht op United Wardrobe, maar ik had geen verzendzakken meer. Dus die moest ik eventjes halen. Dus die heb ik gehaald. Ik heb weer 3 van deze pakketjes gehaald. Het zijn van die hele grote. Maar deze passen dus wel op precies door de brievenbus. Dus dat is heel erg chill. Deze zijn volgens mij 1,60 of zo. Per pakje. En in een pakje zitten 5 stuks. Dus die heb ik gehaald. Dan heb ik ook nog een paar kleintjes. Hier zitten er ook 5 in voor 90 cent uit mijn hoofd. En hier zitten ook bubbeltjes plastic in. En bij deze niet.
Maar ik heb ook een paar bikinis besteld, verkocht. En vind ik het zonde om die bikinis in zulke grote enveloppen te doen. Dus ik dacht, ik neem ook even die kleine mee. Dan heb ik bij de Action ook nog deze shampoo gekocht. De Awesome Volume Shampoo van Aussie of zoiets. Ik ken het in Berk wel, dat hebben ze altijd bij de Kruidvat. Maar ik zag het daar staan. En als ik mijn haar stijl, dan wordt mijn haar altijd heel plat en zonder volume. Dus ik dacht, de keren dat ik mijn haar ga stijlen, ga ik dan deze shampoo gebruiken. Want misschien helpt dat. Dus als ik al mijn eigen krullen heb, heb ik op zich wel volume. Maar als ik mijn haar stijl niet. Dus ik dacht, nou, misschien werkt deze dus. Dus ja, ik weet echt helemaal niet hoe die ruikt. Oh, hij is roze volgens mij. Toch? Oh nee, hij is gewoon doorzichtig, grapje. Maar ik dacht, dan kan ik deze gebruiken als ik mijn haar ga stijlen. Dus die. Oh, en die was... €2,95. Dan nog deze lippenbalm van de Action van Labello in een watermeloen smaak. Want ik heb nu Purel. En die vind ik heel erg chill hoor, daar niet van. Maar ik vind het soms ook wel eens leuk als het een kleurtje heeft. Dus die. En deze was volgens mij echt heel goedkoop. Deze was... €1,30. Dan ben ik nog eventjes naar de etels geweest. Volgens mij zei ik net Kruidvat, maar ik ben naar de etels geweest. Ongeveer 2 maanden geleden heb ik mijn haar blond geverfd aan de onderkant. Een soort balayage. Maar het is een beetje geel aan het worden, zoals je misschien kunt zien. Maar het is best wel weer geel geworden. En ik had een Schwarzkopf zilver shampoo gekocht. Maar daar werd mijn haar mega droog van. Dat is echt niet normaal. En Rosa gebruikte deze gisteren, zei ze. En ze zei dat deze wel heel erg fijn waren. Dus ik dacht, nou weet je, ik haal deze wel. En bij de etels waren ze 1 plus 1 gratis. Normaal zijn ze €7 per stuk. Maar nu had ik er dus 2 voor €7. Dus wat ik nu ga doen is deze zilver shampoo in mijn haar doen. Dan ga ik het denk ik even een uurtje of zo laten intrekken. Dan ga ik ondertussen alle Unite Wardrobe pakketjes inpakken. Dan ga ik douchen. Ga ik lekker in bed liggen, want ik voel me echt... Ik weet niet wat ik heb vandaag, maar ik voel me echt een beetje... gewoon. Ik ga even de winactievideo bewerken, want die moet morgen online. En ik ga even wat aan school doen. Dat moet ook gebeuren. En voor de rest lekker filmpjes kijken, want gisteren was ik heel de dag weg en bezig en alles. Dus ik had geen tijd om alle weekvlogs te kijken. Dus ik heb vanmorgen die van Stijn gekeken. Maar ik heb er nog heel veel om te kijken. Dus dat ga ik ook doen. Gisteren waren we uiteindelijk zo en ik uit eten geweest bij Moshi Moshi in Rijswijk. Een sushi tent, gewoon een soort sumo shabu shabu is dat. En was heel erg lekker. En daar waren we nog eventjes naar Dagmar geweest. En daarna was Miel gekomen. Want die ging met zijn vrienden Ajax kijken. En die kwam daarna naar mij. Bleef hij er slapen bij mij. En was heel gezellig. En ik ga nu dit in mijn haar doen. En in bed liggen. Een pakketje inpakken. Zo, als jullie zien zit ik in de auto. Ik heb net Miel eventjes bij Kees gebracht. Want die gaan samen voetbal kijken. Het is nu 8:30. Eigenlijk zou ik gaan sporten met Zoe. Maar dan zou ik dus pas om 9:00 kunnen. Want Miel en ik gingen pasta koken. Toen ging het fout. Moest opnieuw pasta koken. Moest opnieuw saus koken. Ik moest Miel nog wegbrengen. Want eigenlijk zou die om mijn scooter gaan. Maar ik had natuurlijk vanmorgen mijn scooter weggebracht. En die kan ik morgen pas ophalen. Dus ik had geen scooter. Dus ik moest hem wegbrengen. Want hij had geen fiets, geen auto bij zich. Dus dat. Maar als het goed is, komt hij vanavond terug op de fiets naar mij toe. Of ik ga hem halen met de auto, dat weet ik nog niet. Dus eigenlijk was de planning om te gaan sporten. Maar het gaat dus niet door. Dus wat ik nu ga doen is lekker naar huis toe rijden. Dan ga ik nog een keertje zilver shampoo in mijn haar doen. Want ik had dat natuurlijk vanmorgen gedaan. Oh, ik zie het toch net niet. Had ik natuurlijk vanmorgen gedaan, maar blijkbaar iets kort laten intrekken. Want het is niet echt zoals ik wil. Ik heb ook mijn bril trouwens, want anders zie ik niet met auto rijden. Dus ja. En ik moet echt heel eerlijk zeggen dat ik het best wel eng vind om auto te rijden in mijn eentje. Omdat 13 maart heb ik mijn autorijbewijs gehaald en het is vandaag 1 mei. En, oh pardon. In de tussentijd heb ik denk ik misschien 6 keer auto gereden. Dat is echt veel te weinig. Ik ga het echt een keertje in mijn leven verleren gewoon. En het allerergste is nog dat ik sinds 13 maart dus ook al niet meer op de snelweg heb gereden. Dus ik moet binnenkort echt even de snelweg op. Miel en ik gaan binnenkort naar Amsterdam. Dus dan ga ik denk ik rijden. Er zit een auto achter me, jongen. Alsof die me weg wil hebben. Maar je mag hier maar 50, dus ik ga niet harder. Heel lekker weg. Ik heb geparkeerd. Ik heb het overleefd. Ik ga er snel uit. Als ik even naar achter zet, anders wordt het vaker, zeg ik dat die stoes verder voor staat. En lekker naar binnen. En veilig gewoon binnen zitten. Mag ik even een momentje voor hoe mooi ik hem heb ingeparkeerd? Ik vind het echt oprecht heel goed gedaan van mezelf. I'm proud. Het is weer donderdagavond en ik heb weer een hele stagedag erop zitten waar ik echt heel erg blij mee ben. Want ik was vanmorgen echt heel erg moe en ik had echt geen zin. En
Muni was blijven slapen en die lag heerlijk in mijn bed. En ik wilde gewoon echt heel erg bij hem blijven liggen. Maar ja, ik moest naar stage. Ik hoef nog maar 4 keer stage te lopen. Volgende week donderdag en vrijdag en die week daarna donderdag en vrijdag. Maar nu ben ik lekker thuis, dus ga ik niet meer nadenken over stage. Morgen hoef ik geen stage te lopen, dus dat is heel erg chill. Het is nu 7:15. Ik ga eventjes mijn spullen pakken, want ik ga vanavond bij mijn moeder slapen. Dus ik ga even mijn laptop pakken, pyjama, kleding, alles. En ik heb dus gisteren mijn haar nog een keer gewassen met die zilver shampoo. En kijk, het is echt veel minder geel als je kijkt naar een gisteren en naar nu. Althans, ik vind het echt. Ik vind deze kleur echt top. Althans, het zou heel misschien op sommige plekken nog wel wat assiger mogen. Maar die extreem gele gloed is er in ieder geval uit. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb het 2 uur laten intrekken. Toen was het dus dit. Dus vandaar. En er is een pakketje van de H&M binnen. Want zoals je misschien wel weet, vind ik tegenwoordig festivals echt het leukste wat er is. Ik vind festivals leuker dan uitgaan. En ik heb alweer een aantal festivals gepland. Ik ga namelijk 8 juni ga ik naar Oom. Dat is in Delft. Dan ga ik 30 juni ga ik naar Awakenings. En 28 juli ga ik naar Thuishaven. En Zoe en ik gaan met Oom en met Awakenings samen klaarmaken. Waarschijnlijk met Thuishaven ook. Maar in ieder geval met Awakenings gaan we echt samen klaarmaken. En met Oom is Twan erbij als het goed is. Vet leuk. Maar wij houden heel erg van uitpakken met outfits en zo. Dus ik ben al helemaal aan het nadenken wat ik aan wil trekken. En ik heb dus vorig jaar, dat is echt, oh my god, dat is vandaag precies 1 jaar geleden. Dat is echt bizar. Oké. Vandaag precies 1 jaar geleden dus had ik in Zara deze kimono gekocht. Echt heel erg leuk. Maar die heb ik dus maar 1 keer gedragen vorig jaar. Dus deze ga ik sowieso aantrekken met een festival. Ik denk met Oom. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat ik hem daar naartoe aantrek. Vind ik heel erg leuk. Maar dan zijn er natuurlijk nog 2 andere festivals. En ik ga natuurlijk niet op festivals zelf de outfit aantrekken. En waarschijnlijk gaan we nog wel meer festivals plannen. Thuishaven is bijna elk weekend. En je hebt nog Loveland, Mysteryland, je hebt alles. Maar oké. Ik had dus iets bij de H&M gezien. Wat ik dus echt heel erg graag wilde. Voor een outfit. Waarschijnlijk kan ik het heel slecht laten zien nu. Maar oh, hij is wel wat donkerder van kleur. Ik dacht dat hij wat lichter was. Maar op zich is het wel heel erg mooi. Het is namelijk een kimono. En die komt dus tot aan de grond. Ik zal even hier een plaatje in beeld zetten van het model. Dan kunnen jullie zien hoe die staat. Of hoe die is. Hij was €40. En ik vond hem zo, zo mooi. Het is eigenlijk voor het strand. Maar ik dacht, ja, doei. Dit kan ook gewoon als kimono voor festivals. Oh my god. Hij is zo leuk. Kijk, bij je armen heb je dus een gat. En gewoon, oh, ik vind dit echt heel leuk. Als je bruin staat. Als je bruin bent, staat dit denk ik heel leuk. En dan een wit of dit kleur hemdje eronder, een crop top. En dan een zwart leren broekje. Is heel leuk. Hier ben ik heel blij mee. Ik heb dit in een maatje XSS. En wat je had, zeg maar, combinatiematen. Combinatiematen. Ja, goed gezegd. Ik ga nu eventjes mijn tas inpakken voor mijn moeder. En eten bij mijn moeder. Want ik heb zoveel trek. Volgens mij gaan we pasta pesto eten. En mijn scooter is gemaakt, jongens. Kijk, hij staat hier voor de deur. Kunt hij lief zien. Hij doet het eindelijk weer. Ik krijg heel vaak trouwens de vraag welke scooter ik heb. Ik heb de scooter Primavera. Maar het was een limited edition. Vandaar die blauwe kleur. Maar oké, goed verhaal weer. Ik ga mijn spullen inpakken, eten, want ik sterf van de honger. Ik sta in de lift bij mijn moeder en ik heb zoveel honger. Ik heb net een paar M&M's in mijn mond gestopt, omdat ik het echt niet meer volhield om niet te eten. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik ben alweer thuis van mijn moeder. Ik had daar vannacht geslapen, maar ik ben alweer bij mijn vader. Want ik moest nog even pakketjes inpakken voor je night's wardrobe. En al mijn schoolspullen lagen hier en ik moet gaan leren, want ik heb volgende week een toets. En ik moet mijn Engels presentatie. Ik had het hem vorige keer al gehouden als proefexamen, zeg maar, om te kijken hoe hij was. En ze vond hem heel goed. Alleen ik moest de tekst nog een beetje aanpassen, want die vond ze niet helemaal goed. Een beetje gebrekkig Engels, dus dat ga ik ook proberen te doen vandaag. Dus ja, voor de rest heb ik eigenlijk echt totaal geen planning. Ik weet niet wat deze dag mij vandaag gaat brengen. Ik wilde echt vet graag naar de Reinder Simple Sale. Want gisteren, vandaag en morgen is de Reinder Simple Sale. Maar het is dus 1,5 uur met de trein. En met de auto is het ook heel ver. En aan de ene kant wil ik echt vet graag. Maar aan de andere kant denk ik, ja.
heb ik het ervoor over om zo lang te racen. Want het is helemaal in Zandvoort. En ik woon in Den Haag. Dus dat is best wel ver. Maar ja, weet je. Ik hoop gewoon dat er nog heel veel leuke dingetjes over zijn. Want als dingen over zijn van de Zappel sale, zet ze het alsnog op de website als sale. Dus dan moet ik maar gewoon daarop hopen. Ik wilde eigenlijk zondag naar het Bevrijdingsfestival in Den Haag, maar het gaat heel de dag regenen. De plannen voor vandaag zijn toch een klein beetje veranderd. Het is nu 2:30. Ik heb heel de ochtend aan school gezeten en ik was met Char aan het appen. Want we zouden eigenlijk vanavond gaan afspreken. En toen hadden we het over de Reinders Sample Sale. En Char wilde er eigenlijk ook wel heen. Dus we dachten van ja, waarom gaan we niet gewoon? Weet je, het is tot vanavond 9:00. Het is nu pas 2:30, dus we kunnen nog makkelijk gaan. Dus daar gaan we nu naartoe. Echt vet leuk. Ik moet alleen nog even snel mijn tanden poetsen. En Char kan elk moment op de stoep staan. Ik heb deze trui aan van Gis Louise. Jas van de Zware. Tas zadig aan Voltaire. Flarebroek. En mijn rode Isabel Marant. Ik ga eventjes mijn tanden poetsen. En dan wachten tot Char er is. En naar de Sample Sale. Wij zijn onderweg naar de Sample Sale van Reinders. En als je afvraagt wat heeft Char hier voor mooie wang. Die is gevallen. Het is net er niet op. Het is nog 25 minuutjes rijden. Het ging best wel snel uit. Ja, we zouden er eigenlijk sneller zijn, maar ja. Ja, Charlie, vierde afslag. Ik ben best wel benieuwd wat ze er allemaal hebben. Ik hoop dat ze er leuke dingen hebben. Eigenlijk, ik heb toch zo'n ter plaatse loesje, die jij ook ooit had. Maar dan een loesje? Ja, die lange trui, die grote trui. Die had jij ook ooit. Ook van Reinders? Ja. Oh, ja, ja. Maar hebben we het anders? Ik hoop dat ze die eigenlijk in het rood hebben ofzo. Gewoon, dat is echt een trui waar je kan wonen. Ja, die heb je toch gekregen voor een verjaardag? Ja, die heb je toen weggedacht. Ja, want ik vond het echt een tent lijken. Ik kon er gewoon onder wonen. Nee, je hebt het gelukkig niet van mij gekregen voor een verjaardag. Jor, je hebt gewoon zo goed in mijn jaren. Ja, dat weet ik. Misschien kunnen we nu al vertellen over dingetje. Oh ja, die ladies fair, hè? Ja. Ik ga eventjes alle informatie erbij pakken. En eerst, we hebben iets leuks te melden. Ja, we hebben iets heel erg leuks. Namelijk... In Den Haag, voor iedereen die in Den Haag woont of eromheen. 16 juni, zondag 16 juni op Vaderdag, is van 1 tot 5 is er een ladies fair. Het is gewoon een soort van event waar allemaal meiden mogen komen, allemaal moeders, ook allemaal vaders, want het is eigenlijk Vaderdag, maar oké. In het ADO stadion, dat is dus van 1 tot 5 gratis entree en gratis moederbed bij de entree. En Char en ik die staan er ook met een kraampje met vlog, daar zijn we voor gevraagd, echt vet leuk. En dus, we hebben er ook een rekje met een nieuwe plexiglas. Ja. Die week, zeg maar, de ladies fair is op 16 juni en 2 weken daarna, ongeveer een week daarna, wordt een nieuwe collectie uitgebracht. Maar op de ladies fair is er zo'n kleine sneak peek te zien van die nieuwe collectie. Dus het is helemaal gratis, dus je hoeft ook niks te betalen. Nee, gratis entree. Wat er allemaal te doen is een meet and greet met de vrouwen van de ADO-spelers. Beauty and fashion, podiumprogramma, workshops, social media, lifestyle, puberteit en identiteit. Oh, ben je overbelicht. Char en ik zitten daar ook staan met het kraampje en dus alle vlot items. Ik zal even een foto hier in beeld zetten van de informatie. Druk even op pauze als je het wilt zien. Het is dus 16 juni op een zondag in het ADO-stadion. En we zouden het heel leuk vinden als je ook komt. Ja, het is toch echt leuk. Ik ben echt zo benieuwd wat ze bij Reinders allemaal hebben. We zijn aangekomen in het Zandvoort. Alleen maar bergen, heuvels, een sportpark. En we hebben hier... We hebben hier de auto... Oh, je had aan deze kant echt nog fucking veel plek. Nee. Ah joh, hij staat ook mooi. Zet je hem uit? Oké. Okay. Ik ben benieuwd of het druk is. Ja, we gaan het beleven. Ik vind dit zo schattig. Deze vind ik schattig. Maar ja, ik heb geen kind. Nou jongens, wij zijn dus naar de Sample Sale geweest. Maar ik vond echt niet dat ze heel veel hadden. Er stonden nog maar iets van 5 rekken of zo. En een paar dozen. Je moest echt rijden om je maat te vinden. Überhaupt iets leuks. Althans... Zeg maar, gisteren zag je filmpjes dat echt helemaal vol stond en alle pakken en dingen. En ik vind het best wel knap, dat, want het is nu 4:30. Duurt vandaag tot 9 en morgen ook nog heel de dag. Mensen die morgen om 3:00 komen zijn echt gewoon teleurgesteld. Ja, misschien gaan ze vanavond rond 6:00 of zo aanvullen. Ik denk zo. Want het lijkt me toch niet dat ze dit... Ik bedoel, dit was het zelf, is gewoon... Het waren 5 rekken en dat was het. Ja, want in een weekvlog hadden ze wel gezegd dat ze elke dag gingen aanvullen, maar... Ja, nou, ik heb wel wat gekocht. Ik ga het even laten zien. Prijzen waren wel echt reet goedkoop. Dus dat is wel chill. Ik heb een bikini gekocht, want ik heb nog niet genoeg bikinis. Deze was nog maar 15 euro.
En normaal gesproken is deze bikini volgens mij 70 uit mijn hoofd. Dat is met deze top, zo'n crop top. En dit vind ik ook gewoon heel erg leuk op een spijkerhoekje bijvoorbeeld naar een festival of zo. En dan met dit bikini broekje erbij. En normaal gesproken is dus deze bikini... Oh, deze bikini is normaal gesproken 100 euro. En maar er is 15. Ook dat pak. Je hebt al maar een pak. 200 euro. Ja, bizar. Ja, sorry. Mensen zeuren ons dat het vlot duur is. Nou, sorry. 200 euro. Dat is aardig wat... Maar ik vind deze echt heel leuk. Dus hier ook maar 15 euro voor hoeven te betalen. En Char heeft ook één dingetje gekocht. Ik heb deze. Ik vind hem echt heel mooi. Een braletje. Yay. Ik vind het wel mooi zakjes. Dus ik ga maar... Wel mooi zakjes. Ja. Kan je ook een bril in doen of zo? En nu gaan we lekker naar de McDonald's vreten. Ja, we gaan nu even McDonald's eten. Omdat het kan. En ja, ik hoop maar gewoon dat de volgende collectie dan heel leuk is of zo. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar dat klopt ook. Ik heb geen nieuwe collectie gezien. Nee, Hoezo? Ze gaat toch op een sample sale geen nieuwe collectie verkopen, Charles? Oh. Sample sale, dat is zeg maar gewoon oude collectie. Dit was volgens mij de wintercollectie van 2018 en nog een beetje restjes van vorige dingen en zo. 2018 dus. Ja, zomaar 2018. En dan denk ik dat dan eind 2019 weer... Ze hadden dan superleuke kleine kindjes kleren en dan voor ons hadden ze... Ja, voor kleine kindjes hadden ze, de kindercollectie hadden ze wel nog heel veel, maar volwassenen echt ja, niks meer eigenlijk. Maar ja... Ik ben weer thuis van de sample sale en ik ga met mijn vader lekker uit eten bij Burrata in Den Haag. Dat is een pizzeria, dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ben ook heel erg blij met mijn bikini. Ook had ik echt al veel te veel bikinis. Ik ben er wel heel erg blij mee. Deze dus. Ik vond het wel jammer dat ze niet meer zoveel hebben, maar ja, weet je. Iedereen aast natuurlijk op al die pakken en zo en op al die truien. Het is zondag vandaag en sorry jongens dat ik gisteren en vandaag niks heb gefilmd. Maar gisteren was Milan jarig en daarom was ik heel de dag bij hem en gisteren ook. En hij wilde niet op film, dus het was een beetje moeilijk om te filmen. En ik had mijn camera ook niet meegenomen naar hem. Het is ondertussen vandaag weer zaterdag of zondagavond. Einde van deze week vlog dus. Ik ga zo meteen lekker uit eten met Miu nog voor zijn verjaardag van gisteren. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik moet eigenlijk een beetje haasten. Ik heb een beetje haast. Wat ik aan heb is deze trui van Gislovise. Gewoon een soort broek van de Pieces en mijn... Isabel Marant. We wilden eigenlijk bij Loetje gaan eten in Rotterdam. Maar waarschijnlijk is dat heel erg druk. Dus gaan we misschien sushi eten in de stad gewoon lekker. Dus nog eventjes kijken. Maar ik ga bij deze wel gelijk de weekvlog afsluiten. Ik ga vandaag namelijk toch niet voor filmen. Want de rest van de avond ben ik met Milan. En hij wil niet op beeld. Dus vandaar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je het nou een leuke weekvlog? Doe dan je duimpje omhoog. Helaas was het niet een hele spectaculaire weekvlog. Ik ben dan uit eten geweest met Zoe. Ging naar de Render Samples en had een paar pakketjes om te unboxen. Maar voor de rest niet echt heel erg veel. Maar ja, ik had ook gewoon vakantie. Dus wilde een beetje lekker uitrusten. En ik moest natuurlijk leren. Dus ja, ik hoop dat jullie het alsnog een beetje leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Doei!